Nou, mijn naam is Jack van der Voort. Ik ben eigenaar van een eenmanszaak die werkt met relatiegeschenken, internationaal. En ik had in 2009 de mogelijkheid om mijn woonhuis met bedrijfspanden te kopen. Dat wilde ik ook heel graag. En in principe was alles wel goed. Alleen ik had niet zo'n hele goede band met de bank, wat er allemaal al die jaren daarvoor was gebeurd. Dus ik wilde een beetje rondkijken in de markt. En op een zeker moment ben ik bij Pieter van Rijbroek terechtgekomen. Waarom? Omdat hij onafhankelijk is en heeft ook heel veel know-how bij verschillende manieren. Zijn natuurlijk financiering bij verschillende banken, verschillende instellingen. Maar alles was in feite over het algemeen vrij goed. Ik heb ook een mooie deal met hem kunnen maken. Dat ik op no pay, no cure basis in mijn geval. Was voor hem goed op dat moment, want het leek een makkelijke zaak. Maar niemand kon voorzien op dat moment dat we eind 2009, een enorme crisis zouden krijgen. Waarbij dus alles op zijn kop werd gezet. En die mogelijkheid om aan te kopen was maar van een hele korte duur. Dus het was echt totale paniek. En zelfs ik, die meestal vrij rustig ben, had het best wel moeilijk mee. En wat ik het meest heb gewaardeerd van Pieter, dat hij me altijd is blijven steunen. Altijd gezegd van, jongen, het komt wel goed en laat maar aan mij over. En uiteindelijk is het ook allemaal keurig gegaan. En dat, niet alleen ben ik daar zakelijk goed mee uitgekomen, maar ik heb er ook een hele goede relatie aan overgehouden. Dus ik denk dat we allebei een hele leuke tijd hebben gehad uiteindelijk. Ik wilde gewoon een onafhankelijk hebben. Ik ben gaan kijken. Als u mij vraagt van, heb ik dat via internet, via horen? Op dat moment weet ik het niet meer. Ik weet niet eens meer of Pieter het nog precies weet. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik bij hem terecht ben gekomen. De meerwaarde is zonder meer de menselijke kant ervan. Niet alleen dat je natuurlijk dat je dus de expertise hebt. Dat hoop ik bij elk bedrijf te vinden. De meer dat je dus niet bij een bank afhankelijk bent. Je hebt één partij. Nee, van het is keuze uit meerdere opties en mogelijkheden. Maar zeker de persoonlijke begeleiding. Het altijd het optimisme zijn. En ook tussendoor bellen van, lukt het nog allemaal? Ik ben buitengewoon gewaardeerd. En dat meen ik oprecht.